Perrine schrijft elke maand een column over huidverzorging in weekendkrant De Groene Venen. Huidverbetering is een term wat tegenwoordig heel veel wordt gebruikt, maar wanneer ga je het nou verbeteren? Nou, de meest ultieme methode om het te verbeteren is eigenlijk mesotherapie. Het is een ingenieus apparaat die er echt uitziet dat mensen denken, oh, wat is dit? Nou, we noemen dit een kun. Het ziet er ook echt uit als een pistool. En zometeen zul je zien hoe die wordt geïnstalleerd en hoe die dan uitziet. We stellen de snelheid in en we stellen de diepte handmatig in, want die is echt per persoon verschillend. En we stellen de druk in en dat hoor je zometeen ook aan het geluid, want dat is de compressor die ervoor zorgt dat het vloeistof op een juiste kracht in het weefsel wordt gebracht. Ideaal voor fijne lijntjes, hij kan op het gezicht, hals, decolleté en ook op de handen ingezet gaan worden. De mesotherapie wordt uitgevoerd met hyaluronzuur en 58 verschillende vitaminen en mineralen. Dat is een cocktail die normaal al in de huid aanwezig is, maar naarmate de huid ouder wordt, wordt dit eigenlijk minder. Nou, dit gaan we nu toevoegen. Mijn collega stelt het apparaat in. Nou, door de stoffen eigenlijk nu weer in de huid toe te voegen en op de buitenkant van de huid wordt de huid weer actiever. De stoffen blijven 48 uur ongeveer in de huid aanwezig. Daarna wordt het op een natuurlijke manier afgevoerd, dus dat wil ook absoluut zeggen dat het geen filler is. De behandeling van de mesotherapie duurt ongeveer 3 kwartier. De behandeling wordt heel rustig uitgevoerd en die gaat zoals je hoort in een vast tempo. En het geluid dat je hoort is de compressor, want er zit natuurlijk goede druk achter om ook de behandeling op de juiste manier in de huid te krijgen. De mesotherapie kan als hele goede voorbehandeling dienen. Maar je kan het ook inzetten als je daarna een intensievere behandeling wilt doen. Bijvoorbeeld de Signature behandeling, die we hier ook doen.